Dit is een solarboot van het Grazer College. Ik doe het met vier andere jongens. Drie voor de werktuigbouwkundig deel. En ik met een andere jongen voor de elektrische installatie. We hebben er vooral voor gezorgd dat de boot ten eerste gestript werd. Daarna is de boot volledig geschuurd, opnieuw gespoten. En de installatie is opnieuw erin gekomen. Vandaag is eigenlijk onze eerste testdag. We hebben de boot eigenlijk zonder draagvleugel, dus testen we hem nu. De topsnelheid die we nu hebben gemeten ongeveer is rond de 17, 18 kilometer. En met draagvleugel zal dat zo rond de 26, 27, 28 kilometer zijn. Ja, ik vind het vooral mooi dat we nou met de groep samenwerken. Het is niet alleen een schoolproject, maar we werken ook echt ergens naartoe. En wanneer die boot klaar is, dan gaan we ook het water in. En dan gaan we er ook echt mee varen. We hebben de bestaande solarboten aangepast. Het project is eigenlijk in tweeën opgesplitst. Een elektrogedeelte, de hele elektronica is opnieuw aangesloten. Daar hebben we twee jongens mechatronica voor ingezet. En daarnaast moest de handelbaarheid van de boot omhoog om de boot makkelijker het water in te krijgen. En daar hebben we de trailer voor aangepast. En daar zijn de jongens van ID Werktuigbouw heel erg druk mee geweest. Vandaag hebben we dat dus dan ook getest en het werkt allemaal. Dus nu kunnen we een maand lang doortesten voor Friesland. Tot zover doet de boot het heel goed. Hij vaart lekker, hij reageert goed. De vleugels moeten er nog onder. Als de vleugels eronder zitten en we hard genoeg gaan, dan wordt de boot uit het water getild door het draagvermogen wat je krijgt. Eigenlijk net als we op een vliegtuig vliegt, kunnen wij dan met de boot over het water gaan vliegen.